100% Haag. Jouw stadsradio. Den Haag FM. Haags kwartiertje. Het Haags kwartiertje. Normaal altijd 3 Haagse tracks op een rij, maar vandaag heb ik wel een hele geweldige gast in de studio zelfs. Al vanaf zijn 12e schrijft en zingt Arie zijn eigen songs. En zijn stijl staat bekend als energiek. Onder andere de Beatles en David Bowie die hebben hem met zijn muziek geïnspireerd. Hij heeft nummers geschreven voor Haagse artiesten. Zelf is Arie super veelzijdig, vind ik. Hij is bassist, zanger, gitarist, componist en bandcoach. En hij speelt maar liefst in 7 Haagse bands. En hij is hier dus in de studio, Arie Spaans. Jawel. Hi. Hi. Ja, Arie, gezellig. Jij kan ook echt alles, hè? Nou, niet alles, hoor. Ik kan wel wat op muziekgebied, maar niet alles. Ja. Maar wel een hele hoop. Je speelt bas, je zingt, je speelt gitaar en ook nog componist. Ja. Ik vind het heel wat. Ja, het is ook heel wat. Maar ik had achteraf ook graag piano willen spelen. Misschien ga ik het ook wel eens doen. Maar dat kan ik dus niet. Waarom heb je nooit piano gespeeld dan? Ja, weet ik niet. Ik begreep nooit dat mensen al die toetsen uit elkaar konden houden. Als kind. En nog steeds begrijp ik dat niet helemaal. Maar ja, als ik naar die gitaar kijk, dan denk ik van ja, ik kan het hier ook. Dus waarom zou ik dat niet op die toetsen kunnen? Maar ik heb het gewoon nog nooit gedaan. Ja, ja, het is een mooie gitaar. Is het ook een speciale gitaar? Ja, het is een Ierse gitaar. Het is een Loden. En hij is klein, maar vrij krachtig. Ja. Dus hij komt helemaal uit Ierland hier. Hij komt uit Ierland. Hij is helemaal handgemaakt. En, ja, het is een vet goed, man. Goed, denk ik. 7 Haagse bands vertegenwoordig jij. Weet je ze nog? Ja, ik weet ze nog, maar ze zijn niet allemaal even actief. Hè. Er zijn erbij die... Ja, er gebeurt nu niks mee. En dat komt misschien later weer. City Lights hebben we het over. Ja. Ragmop. Ja. Suburbs. Ja. Naked. Ja. Das Echo. Ja. Boys Keep Swimming. Ja. En Henk en Cash. Ja, precies. Dat staat allemaal op mijn website. www.ariespaansmusic.nl. En nee, zeker met City Lights spelen we veel. En met Suburbs zijn we weer een plaat aan het maken. Das Echo, dat zit helemaal in de pen. En met Ragmop zijn we heel druk bezig. Vertel eens even, ik hoor dat jij een nieuwe single uit gaat brengen met Suburbs. Ja, nou, we hebben pas op internet een nieuwe single uitgebracht met clip. Nummer heet Staring at the Face of God. En ja, we zijn erg tevreden daarover. We hebben het in de basement opgenomen. En er zit een hele mooie clip bij. Ja, er zit gewoon te zien op YouTube en te downloaden op Spotify en zo. En wanneer kunnen wij die volgende single verwachten? Nou, deze is net uit. Het was 1 maart. Ik denk eind dit jaar. Oké, okay, ja. Okay. Dus het staat nog een beetje in de kinderschoenen, maar jullie zijn er wel lekker mee. Ja, we zijn heel druk. Ja. Met welke band zou jij dan eigenlijk toch wel keihard willen doorbreken? Ja, dat is een beetje... Dat is een hele goede vraag, maar voor mij lastig. Want ik vind het allemaal heel erg leuk. Ja. En mensen zeggen wel eens van ja, je zou je wat meer moeten focussen op 1 ding. Maar ja, ik focus me op meerdere dingen tegelijk. Dus ja, met Suburbs, maar ook met Ragmop of Das Echo, als daar wat mee gebeurt, heel graag. Ja. Ja, en ik denk dat allemaal zou kunnen. Ja, ja, ik vind Henk, wat zeg ik, ja, Henk en Cash, ja. Dat is meer een act eigenlijk, denk ja, ik. Ja, dat is meer een act. Ja, en daar spelen we, dat is samen met Remco Prins, andere zanger van Ragmop. Ja, daar hebben we eigenlijk tot nu toe nog maar 3 of 4 keer mee opgetreden. Maar dat is inderdaad gewoon een act. En dat is gewoon wel heel leuk om te doen ook. En nu zit je hier, solo, en ja. Je gaat 2 nummers doen. Precies. The Changing en Temporary. Ja. Waar gaat het eerste nummer over? The Changing gaat over, dat is een nummer dat, ja, dat heb ik al wat langer. En dat, maar dat heb ik helemaal opnieuw eigenlijk bewerkt om dat ook alleen te kunnen zingen. Dat gaat erover dat je iets meemaakt waardoor je onverwachts het leven weer er heel anders uitziet. En waardoor je eigenlijk ook weer kan veranderen. Ja. In positieve zin. In positieve zin. Ik ben benieuwd. Ja. We gaan luisteren naar Arie Spaans live hier in de studio bij Den Haag FM in het Haags kwartiertje met het nummer The Changing. Haags kwartiertje. That I cry.
I couldn't see, my heart was frozen. Then I was captured by the walls inside my head. Live in de studio bij Den Haag FM. Lekker, man. Ik vind het echt geweldig. Dank je wel. Je stopt ook heel je gevoel erin, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat moet ook, vind ik. En dat eerste gitaartje, dat speelt wel lekker. Ja, dat ja, klinkt goed, toch? Zeker weten, zeker weten. Ik haal wat uit je tekst. Unexpected, wasn't ready for love until you came along. Is het waar gebeurd? Ja, het is waar gebeurd. Het bijzondere van dit nummer en een paar andere nummers ook, is dat het nog niet gebeurd was toen ik de tekst schreef. Want dus eigenlijk gaat dit nummer over mijn dochter. Die is 2 jaar geleden geboren. Bijna 2 jaar. En dit nummer is, ja, 6 jaar oud. Dus ik voelde gewoon, op een gegeven moment komt er iets aan. Komt er iemand? Ja, waarbij ik dit voel. Ja, ja. Ik hou wel een beetje van rapmuziek. Ik moet gelijk aan Tupac denken. Die schreef ook een nummer voor zijn unborn child. Dat heet zo, dat nummer. Maar ja, goed. Even wat anders. Ja. Je werkt ook nog bij Cultuurschakel. Ja, dat klopt. Wat is dat? Ja, neem even een slokje koffie. Sorry. Cultuurschakel, dat is een vrij nieuwe organisatie in Den Haag. Die is opgericht toen het oude Korenhuis werd afgebroken eigenlijk. Tenminste, figuurlijk. Het gebouw staat er nog. Het staat er nog maar onder een nieuwe naam. Ja, ja, onder meerdere namen. En Cultuurschakel is daar één van. Cultuurschakel brengt eigenlijk cultuur dichter bij de burger in de wijken. En de burger dichter bij de cultuur. Daar komt het op neer.
Dat is hartstikke leuk werk. Ja, wat doe je daar dan precies? Ja, van alles. We hebben bijvoorbeeld op Parkpop hebben we een eigen podium. Dat heet People Stage. Dat hebben we samen met Stichting Anticonstance en met Musicon hebben we daar een podium. En we willen eigenlijk de gewone mensen, je kan het amateurs noemen, maar het is een beetje een beladen woord, die kunnen daar dan optreden. En, talent kan je ook zeggen. Nieuw talent, maar ook oud talent. Ja, ja. Verborgen talent. Wat gaaf zeg. Ja. Nou, daarnaast heb je ook nog nummers mogen schrijven voor Haagse artiesten. Ja, dat klopt. Ik heb ooit het nummer Rollercoaster geschreven. En dat hebben we eerst uitgevoerd met Suburbs. En later heeft Direct daar een hitje van gemaakt. En ik heb onlangs een aantal nummers geschreven voor Emily Brown. En Emily Brown is volgens mij de nieuwe ster in Den Haag. Ja, dat kan je wel zeggen hoor. Ja. We hebben zoveel sterren, maar Emily Brown is er zeker van. De winnaar van The Voice van vorig jaar. Zat in de finale. Ik dacht altijd dat het de winnaar was. Joh. Ja, de eigenlijke winnaar. Ja, zo is dat hè. Maar welk nummer heb je dan voor haar mogen schrijven? Ja, is dat Double Trouble? Of is dat Nee. Het zijn nieuwe nummers die ze met haar band gaat doen. Waarschijnlijk ook Parkpop. Ja. Gezellig. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Je gaat nog één track doen, The Changing. Ja. De Temporary. The Changing. Temporary. Ja. Dat gaat over een tijdelijk iets dan, denk ik. Nou, het gaat over dat alles tijdelijk is. Temporary. Alles is tijdelijk. Alles is tijdelijk. En dat je druk kan maken om allerlei dingetjes. Maar iedere dag is weer een nieuwe dag. Daar gaat het over. Het lijkt eigenlijk qua strekking een beetje op die andere. Maar toch is die weer vrij anders. Het gaat eigenlijk om dat je moet proberen van het moment te genieten met elkaar. Dat gaan we doen. We gaan genieten van jouw muziek. Dit is Arie Spaans in het Haags Kwartiertje. Haags Kwartiertje. The moments of my life, they all have their special meaning. Let me know it all goes by before I lose myself in memories. I try to realize today's the first day. Time slipping away, and sometimes I might forget life is a wonder every day. But I know I'm here right now. I better open up my eyes. Today is the first day of the rest of my life. Het is niet echt muziek wat ik thuis aan zou zetten of zo, maar ik voel het wel. Ik vind het echt mooi. Daar gaat het om. Ja. Ja. Ja, te gek man. Kunnen we je binnenkort nog ergens zien optreden? Oh, dat is een goede vraag.
Heb je agenda bij je? Ja, die in mijn tas, in mijn tas. Okay. En ik weet het niet uit mijn hoofd. En ik zet veel op Facebook en op mijn website www.arispaansmusic.nl. Daar komen alle optredens op te staan. Maar ja, op Koningsdag spelen we met Rackmop 3 keer in het centrum van Den Haag. Bijvoorbeeld Grote Markt, Oude Mol, Bankaplein. Dus daar kan je ons sowieso zien. Nou, ik kom zeker even kijken dan. We kunnen je natuurlijk ook volgen, je website checken. Maar hoe kunnen we je volgen op Facebook? En heb je ook Twitter bijvoorbeeld? Nou, ik heb gewoon Arie Spaans, dat is mijn Facebook. Makkelijk. Dus, ja, ja. Oh ja, en we spelen met Suburbs op Schollepop natuurlijk. Op Schollepop, absoluut. Nou, die staat ook genoteerd. Hey, Arie, ik dank je erg voor je komst. Leuk dat je er was. Als je weer wat nieuws hebt, dan hoor ik het graag. Hè? Ja, dan kom ik graag weer. Oké, doen we. Wil jij nou ook in het Haagse kwartiertje? Stuur dan een e-mail naar studio@denhagefm.nl. 100% Haag. Jouw stadsradio. Den Haag.